Slaap is belangrijk, heel belangrijk. En eigenlijk iedereen doet het en iedereen uh, geniet ervan, denk ik. Maar soms is het zo dat het even wat minder goed gaat, of dat je wat niet wakker kunt worden, of dat je uh, toch nog steeds moe bent nadat je geslapen hebt. Heel lang, tien uur of zo. Ik ga je er allemaal mooie dingen over vertellen. Mijn naam is Duco Kernij. Ik ben de grondlegger van de Methode Kanijn en van Body and Mind Connection. Slaap. Ja. Slapen, waken, wakker zijn. Dus je slaap wordt geregeld in je hersenstam. Verlengde merg, daar wordt dat geregeld. Dat zit hier achterin, boven. En dat is eigenlijk het stukje waar vanuit jouw lichaam. Een soort van hmm, bepaalt of het nu voor jou dag of nacht is, als in je slaap waakritme in alle ritmes, en dat heb ik al eerder verteld, zijn ontzettend belangrijk. En je slaap waakritme misschien wel het belangrijkst. Als jij niet slaapt, ga je dood. Dat is heel simpel. En dat wil je nog niet, dus je wil absoluut slapen. Slapen is eigenlijk niets anders dan dat je eigenlijk nou ja, je lichaam de kans geeft rustig te worden, te herstellen. Um, en misschien wel om emoties te verwerken. Emoties die je gedurende de dag hebt gehad uh, of in het verleden hebt gehad, en nog steeds een indruk op je maken en wat met je doen, daar wil je toch wat mee doen uiteindelijk. Dus wat doe je dan? Je gaat slapen. Je kan ook naar de therapeut, dat kan ook allemaal, hè, de psychotherapeut, whatever. Maar als je het echt goed wil doen, moet je in ieder geval ook gaan slapen. Als jij je ogen dicht doet, dus er is minder licht. Dan ga je meer melatonine aanmaken. En dan kun je naar slaap toe. Dan kun je gaan slapen. Als je eenmaal slaapt, dan wil je naar je remslaap toe. In je remslaap gebeuren de mooiste dingen. Dan droom je, verwerken van emoties. Dan gaan je spieren beter doorbloed worden. 30, 40 procent meer doorbloeding in je spieren. En je gaat dus helemaal kunnen ontspannen en kunnen regenereren. Heel belangrijk. Een ander orgaan wat heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat je goed kunt slapen, is je lever. Als je goed voor je lever zorgt, kun je een mooi slaapwaakritme hebben. Je slaapt een aantal uur en dan word je wakker en dan heb je voldoende gedaan. Emoties verwerkt, geregenereerd, energie opgedaan. Om die andere uren, als je wakker bent, waak, door te kunnen op een efficiënte manier. Zonder dat je verlies hebt van fysieke functies of cognitieve functies. Je blijft scherp en gefocust. Een volwassen mens heeft zes uur slaap nodig. Dat is aan de hand van wat zijn lichaam fysiologisch, dus het hele regenereren, herstellen, etc. Die 40% hogere doorbloeding door de spieren, nodig heeft. Zes uur. En daarna, bang, kan je wakker zijn. Slaap je te lang. 8, 9, 10 uur. 9, 10 uur, dat is echt te lang. En komt je slaapwaakritme in het gedrang. En wordt die soort van verwaard. En denkt, ja, maar wat is dit nou? Ik, ik lig wel heel lang te slapen. En dan gaan allerlei fysiologische processen gaan niet goed. Als je slaapt bijvoorbeeld en je ligt op je rechterzij. dan gaat je linkerlong hangen. Dat is een gordijn, hè? Dus dat gordijn gaat hangen. Dat is het moment dat jouw linkerlong goed schoongemaakt wordt. En dan voorkom je allerlei dingen. Zoals resorptie enzo. Dat zijn dat je slijm blijft liggen. Gaat, gaat ontsteken. Uh, dan krijg je een soort longontsteking. Longslijmvliesontsteking. Kun je allemaal krijgen. Wil je niet. Dus dat doe je s'nachts. Je ligt zo. Dan ga je zo liggen en zo verder. Die long, maar ook die nier. Snap je? En zo maak je in het draaien tijdens je slaap. allerlei verschillende orgaansystemen schoon. En regenereer je en maak je de boer helemaal op orde. Dat heb je gewoon nodig. Maar als je dat allemaal hebt gedaan, ben je klaar. Al het in bed verblijven daarna is of voor de leukigheid. of omdat je gewoon lui bent. En dat is niet goed voor je. Lui mensen zijn ook eigenlijk heel de hele dag een beetje lethargisch. Heel de hele dag een beetje lui. Ja, dat. Dat hele dat en dat heel lang slapen. Dat is niet wat leidt tot geluk en welvaartsgevoel en enthousiasme en bereiken van dingen die je wil. Dus wat doe je? Je slaapt zes uur, misschien zeven. Ga je eruit. Dan ben je wakker, dan ben je scherp, dan ben je fris. Je hebt lekker kunnen verwerken, je hebt lekker kunnen regenereren en je bent klaar voor het, al het andere. Dat moet je ook echt doen. Er zijn allerlei stoornissen, slaapstoornissen. Je hebt uh, slaapapneu en slaapparalyse en al dat soort dingetjes, die zijn heel vervelend. Uh, slaapparalyse is interessant. En waarom is dat interessant? Er zijn veel mensen, en dat is een soort bijna onbekend dingetje hè, die zeggen, ja dan word ik wakker, of dan moet ik wakker worden, dan kan ik niet wakker worden. Maar ik weet, ik ben er wel. En zelfs als mijn ogen open zijn, dan zie ik ook gewoon dingen, maar ik kan niet bewegen. Dat lukt mij niet. Slaapparalyse. Paralyse is een soort verlamming. Slaapverlamming. Dat is heel vervelend. En dan kan ook wel een tijdje duren. dan kan gewoon drie minuten, tien minuten, twintig minuten, half uur. En eigenlijk zit je een soort van op dat moment opgesloten in je eigen lichaam. Je kunt heel erg je best doen om eruit te komen. Dat lukt dan heel, heel vaak ook. Dat moet je ook echt proberen. Dat kan je ook zeker doen. Maar voor de duidelijkheid. Je gaat niet dood en je bent niet in coma. En je komt er ook altijd uit. En ik hoop dat dat ook eventjes moed geeft. En hoop dat je denkt, hey, ik heb dit. Niemand snapt het. Niemand weet het. Ik vertel het misschien ook maar aan niemand. Maar je komt er altijd uit. Handig is wel om ervoor te zorgen dat je je luchtwegen vrijhoudt. Maar niet kunnen bewegen en met je gezicht in je kussen liggen is wat lastig. Maar echt op wilskrachten uitkomen kan. Gewoon doen. Geef jezelf pijnprikkels, kun je doen door te bijten op je tong. En heel vaak zie je dat mensen dan ook uitkomen. Slaapparalyse is een hoofdstuk op zich. Daar ga ik niet verder over hebben, want het gaat een beetje dieper. En dat heeft een beetje moeilijke dingetjes en termen en zo. Maar wel een stoornis die relatief vaak voorkomt. En waar je heel weinig over hoort. Slaapparalyse. Je bent eventjes verlamd en je kan niet zomaar wakker worden. Ander dingetje over slaap. Je hebt niet meer dan 6 uur nodig. Dan kom je eruit en dan ben je scherp. Slaap, hoeveelheid is trainbaar. Jij kunt dus, als je nu tot de luilakkengroep hoort van 9 uur slaap, kan je terugtrainen naar 8 of 7 of 6. Dat kan. Door iedere keer een beetje minder te slapen en een ritme te creëren. Dat doe je door op een bepaalde tijd naar je bed te gaan. Iedere dag ongeveer dezelfde tijd. En er dan zes of zeven uur later uit te komen. Iedere dag ongeveer op dezelfde tijd. En wat er dan gebeurt, is dat je een vast ritme hebt en je lichaam bouwt daar op en vertrouwt daarop. En gaat al zijn fysiologische processen zo inrichten dat je overdag optimaal scherp kunt zijn en s'nachts optimaal kunt regenereren en verwerken. Slapen kan je heel veel over vertellen. Ik heb er ooit heel veel over moeten leren: over slapen en over remslaap en rapid eye movement. En wat allemaal gebeurt en dat je in je non-rem, et cetera, et cetera, dat je dan allemaal niet zoveel waard kunt nemen. Met EEG zie je wel activiteit, maar het, is het, het houdt niet over Nou, noem maar op. Maar het is eigenlijk een beetje saai. Het is een beetje slaapverwekkend. Maar het allerbelangrijkste voor vandaag: hè? ritme. Dan naar je bed, dan wakker. Laat het niet langer zijn dan acht uur maximaal. Ook als je nu zegt, ja, maar ik ben zo moe daarna, Maakt niet uit. Hou het vol. Creëer dat ritme. Op een gegeven moment volstaat dat. En word je gewoon weer gezond en fit. En ook overdag lekker vitaal. Doe dat alsjeblieft. Want dat is de enige manier om van je slaapprobleem af te komen als je te lang slaapt of te weinig slaapt. En je hebt echt gewoon een slechte dag daardoor. Creëer een ritme. Wees streng, train daar naartoe en hou eraan vast. Dan komt het. Dat weer goed. Nou, het is vroeg. Ik, ga, ik ben naar mijn bed uit. Waar zeg ik ga naar bed? Niet waar. Ik ben naar mijn bed uit. En dan, um, dan wens ik jullie een goede nacht rust.